De Maria-legende Beatrijs functioneerde waarschijnlijk eerst als een voordragstekst die door een rondreizende dichter ten gehoorde werd gebracht voor voorname kringen aan het hof, in de stad of in het klooster. De oorspronkelijke tekst hebben we niet meer, maar wel een kopie in een handschrift dat omstreeks 1374 moet zijn vervaardigd. Het Beatrijs-handschrift is zonder twijfel een van de mooist uitgevoerde manuscripten van onze hele middel-Nederlandse literatuur. Bekijken we bijvoorbeeld de eerste bladzijde van de Beatrice. Veel handschriften hebben bij het begin van een tekst een versierde initiaal. Een beginletter van een aantal regels hoog met versieringen binnen en buiten de letter. Twijgen, blaadjes, krullen in penwerk. Die versierde letters zijn meestal in rood en blauw uitgevoerd, soms ook met groen en geel, maar zeer zelden met het kostbare bladgoud. Even zeldzaam en luxueus is de initiaal met een miniatuur in de binnenruimte. Zoals hier de voorstelling van een non, Beatrice, geknield voor Maria met het kind Jezus op een oppervlak van 2 bij 3 centimeter. Ook het kopieerwerk en de layout zijn van een opmerkelijk hoog niveau. Opvallend is vooral de zorg om stilistische eenheid. De tekst werd geschreven door één enkele kopiist. En deze maakte ook de zogenaamde rubrieken. Dat zijn de in rood geschreven titels. De kopiist was een meester in zijn vak, die zijn sierlijke boekletter, ook wel litera textualis genoemd, met indrukwekkende regelmaat op het perkament wist te kalligraferen. Ook de dierenhuid voor dit perkament was met veel zorg voorbereid. Voor de samenstelling van het handschrift is uitsluitend gebruik gemaakt van katernen. Of bundeltjes spekiment van vier in elkaar gevouwen dubbele bladen. Onderaan de laatste bladzijde van elk katern vinden we custoden of reclamen. Telkens worden de eerste woorden van het volgende katern gegeven, en daarmee kon men ervoor zorgen dat de katernen in de goede volgorde achter elkaar kwamen als het geheel werd vastgenaaid en van een band werd voorzien. Midden in de Beatrice. Vormt bijvoorbeeld vers 220 de laatste regel van een katern. En daaronder staat een custode en de mine met het begin van het volgende katern. En de mine misdaad mi vergeven. Zo zien we dat in het handschrift precies om de acht bladen een custode het einde van een katern aangeeft. Ook aan de layout van elke afzonderlijke bladzijde is veel aandacht besteed. De hulplijntjes, of lineering, voor de kopiist zijn in het handschrift zichtbaar gebleven. De bladzijde werd afgelijnd voor een bladspiegel van twee kolommen, met een aparte kleine kolom voor de beginhoofdletters van elk vers. En voor precies 37 regels per kolom. De verluchting, of versiering, die na het kopieerwerk werd toegevoegd, ten slotte, is al evenzeer van een bijzonder hoog niveau. Dat de beginhoofdletters van de verzen met rood werden gerubriceerd, is op zich niet uitzonderlijk. In veel gevallen maakte men zich daar gemakkelijk van af, door met één verticale streep de hele hoofdletterkolom te versieren. In het Beatrice-handschrift zijn de hoofdletters netjes apart. En niet zomaar met een streepje, maar volgens een consequente, esthetische systematiek met rood aangevuld. Elke bladzijde is daarnaast opgesmukt met beginhoofdletters van Twee regels hoog, zogenaamde Lombarden, afwisselend in goud en blauw. En tenslotte zijn er de gehistorieerde initialen, wat betekent dat ze van een verhaaltje zijn voorzien. We vinden in het handschrift een zestal gehistorieerde initialen. Een royaal grootte van 17 regels hoog aan het begin van het handschrift en kleinere verderop waar een nieuw tekstgedeelte begint, onder meer dus de Maria-scène bij de Beatrice. Deze initialen gaan telkens vergezeld van de kunstigste randversiering in traditionele trant, met allerlei motieven in goud, blauw, roze, rood en zwart. Opvallend is, naast de esthetische kwaliteit van de versiering, hoe nauw de gehistorieerde initialen bij de inhoud van de teksten aansluiten. De beatrice initiaal toont de concrete scène met het achterlaten van de sleutels bij het beeld van Maria. Ook figuurlijk een sleutelscène in het verhaal. De initiaal bij de derde tekst in het handschrift toont Aristoteles bij het overhandigen van zijn werk een vorstenspiegel aan koning Alexander de Grote. Maar opmerkelijk in dit opzicht is vooral de eerste tekst in het handschrift, de Dietse Doctrinale, een werk over ethiek dat we met grote waarschijnlijkheid kunnen toeschrijven aan Jan van Boendalen. In het oog van de initiaal zien we daar de auteur aan het werk. Maar in de hoeken zien we verder medaillons. Deze bevatten portretjes van de vier wijzen, die geïdentificeerd worden als Seneca, Ovidius, Avicenna en Sidrake. De Dietse doctrinale presenteert zich in de proloog inderdaad als een compendium van wijsheid uit wat oude meesters hebben geschreven. De op de frontpagina afgebeelde figuren zijn inderdaad exact de auteurs waarop de tekst in essentie teruggaat. De illuminator, of verluchter, was zo te zien goed op de hoogte van waar de teksten over gingen. Dat zou een extra aanwijzing kunnen zijn voor de hypothese dat dit handschrift. Vanaf het kopieerwerk en de rubricering tot en met de versiering en de gehistorieerde initialen, het werk zou zijn van één enkele boekkunstenaar. En dat is voor zover we weten een zeldzaamheid. Hier zou sprake kunnen zijn van een vorstelijk werkstuk. Als dit handschrift niet voor één of andere kerkvorst is bedoeld, dan toch voor iemand van een vergelijkbare status. Een deel van de inhoud van het handschrift verwijst in elk geval naar iemand met politieke belangstelling. De derde langere tekst is, zoals gezegd, een vorstenspiegel. Een boek met raadgevingen voor machthebbers, naar verluid door Aristoteles voor Alexander de Grote geschreven. In werkelijkheid gaat het om een tekst die uit de Arabische wereld is komen overwaaien, door Jacob van Maland in het Middel-Nederlands is vertaald en die we nu kennen als De Heimelijkheid. Der heimelijkheden. Combineerden we dit met het gegeven dat de eerste tekst in het handschrift Boendales Dietse doctrinale is opgedragen aan Hertog Jan III van Brabant, dan lijkt een bestemming voor het Brabantse Hof een interessante mogelijkheid. Toch is de tekst van Boendalen geen literatuur met specifieke adviezen voor vorstelijke aristocraten. Het is veel eer een algemeen opvoedingsboek voor een gemengd, ook burgerlijk publiek. De schrijver lijkt uit te gaan van een luisterend collectief. Hij spreekt zijn toehoorders bijvoorbeeld aan als. lieve kinderen of als. lieve lieden. Het publiek van de Dietse doctrinale kan echter zowel uit kinderen als volwassenen hebben bestaan. De tweede gehistorieerde initiaal aan het begin van het tweede boek brengt het ook zo in beeld. Op de Beatrijs volgen bovendien enkele alledaagse gebeden. En teksten over het geloof, onder andere van Jan van Ruisbroek. Die tekstjes roepen al evenzeer het beeld op van een onderwijscontext. Ook het Beatrijs-verhaal past in die context. Tot het middeleeuwse schoolcurriculum behoorden in de regel ook heilige levens en legenden. Ten tijde van het ontstaan van het Beatrijs-handschrift ontwikkelde zich het onderwijs in de volkstaal volop en mogelijk. Heeft de Dietse doctrinale aan dat klimaat bijgedragen? Een van de aanbevelingen in de heimelijkheid der heimelijkheden luidt als volgt: Maak scholen en geef jongeren, arm of rijk, kans op onderwijs, zodat ze later als geleerden en schrijvers jou en je land tot eer kunnen strekken. Het tweespan heimelijkheid en Dietse doctrinale past daarom goed bij het Brabantse Hof. Omstreeks 1374 komt dan als opdrachtgever of bestemmeling misschien Hertogin Johanna zelf in aanmerking, de oudste dochter van Jan III. De Zij was kinderloos en was gehuwd met de 15 jaar jongere Wensjeslas van Luxemburg, die als vorst niet echt bekwaam was en bovendien weinig geliefd bij zijn onderdanen. Voor de meeste van haar landgenoten. Belichaamde deze politiek ervaren, levenslustige, maar ook vrome hertogin als enige de continuïteit van het Brabantse vorstenhuis en van de Brabantse eigenheid, die ze van haar vader welhaast als een levensmissie had geërfd. Het Beatrijshandschrift was tegelijk politiek, vroom en pragmatisch opvoedkundig. Met teksten van Ruusbroek, een afschrift van een aan Johannes' vader opgedragen compendium van lekenwijsheid. En natuurlijk dat prachtige Hoofse Maria-mirakel. Zo'n handschrift zou bij Johanna of bij iemand in haar omgeving zeker niet hebben misstaan.